In deze kennisclip staat exposure centraal. Exposure betekent letterlijk blootstellen. In therapie wordt ermee bedoeld dat je de cliënt blootstelt aan prikkels die vermeden worden omdat ze te veel emoties oproepen. Meestal gaat het dan om angst, maar het kan ook verdriet zijn of een gevoel van graving. In deze kennisclip zullen we voornamelijk ingaan op exposure bij angst. Exposure kan verschillende vormen aannemen, waaronder exposure in vivo. Imaginaire exposure of introceptieve exposure. Voor al die vormen geldt dat ze er misschien wel anders uitzien, maar dat het onderliggende principe hetzelfde is. Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie waar de afgelopen decennia veel bewijs voor is gekomen. Toch wordt het in de praktijk lang niet altijd ingezet. Waarom is dat en wat is het werkingsmechanisme erachter? Precies op die vragen geven we in deze kennisclip antwoord. Bovendien geven we je tips hoe je exposureopdrachten in de praktijk kunt optimaliseren en wat je kunt doen om terugval te voorkomen. Voordat we uitgebreid het werkingsmechanisme van exposure behandelen, is het van belang om in te gaan op een aantal foutieve aannames die er over exposure zijn. Die foutieve aannames hebben vooral te maken met ethische kwesties en met de veiligheid en verdraagbaarheid van exposure. Laten we eens een aantal van die misvattingen onder de loep nemen. Veel therapeuten denken dat exposure een makkelijke behandelvorm is. Je confronteert iemand met de angstige prikkel en klaar. Op papier lijkt exposure ook niet zo moeilijk, maar voor een goede uitvoering moet je echt van de hoed en de rand weten. Vooral het begrijpen van het werkingsmechanisme is belangrijk. Maar laat je dat niet afschrikken, want met behulp van scholing en intervisie kun je met exposure alle kanten op. En met het kijken naar deze kennisclip heb je feitelijk de eerste stap al gezet. Een wat fundamentelere misvatting is dat exposure kan leiden tot een vererging van klachten. Bij PTSS bijvoorbeeld vrezen therapeuten nog wel eens dat het oproepen van een nare herinnering juist tot meer herbelevingen leidt. Als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, blijkt dat niet te kloppen. Over het algemeen zien we namelijk dat klachten van patiënten al na een eerste exposuresessie dalen. Maar in een aantal gevallen is er inderdaad sprake van een toename in klachten. Toch is ook dat in principe geen aanleiding tot zorg. Vaak gaat het namelijk om een tijdelijke toename en is de toename ook niet dermate ernstig dat de patiënt hier veel last van heeft. Na verloop van tijd nemen de klachten weer af. Het uiteindelijke behandelresultaat van deze groep wijkt dan ook niet af van patiënten die een directe verbetering laten zien. In het verlengde van de vorige misvatting wordt er nog wel eens gedacht dat exposure te belastend zou zijn voor patiënten. En eerlijk is eerlijk, het is ook niet niks om blootgesteld te worden aan precies die dingen waar je angstig voor bent. Maar laten we het eens omdraaien. De klachten waarmee een patiënt zich aanmeldt, zijn ook niet niks. Dat de behandeling belastend zou zijn, is dan ook op zich geen reden om het niet te doen. Gelukkig blijkt het in de praktijk mee te vallen met de belasting die patiënten ervaren, zelfs wanneer ze er van tevoren tegenop zien. Ook is er geen empirisch bewijs dat andere behandelingen zoals EMDR minder belastend zijn. Een exposurebehandeling gaat ook niet vaker gepaard met vroegtijdige uitval. En als exposure echt zo belastend zou zijn als sommige therapeuten denken, zou je dat wel verwachten. Zelfs wanneer therapeuten het nut van exposure inzien, kan er sprake zijn van misvattingen. En die hebben vaak te maken met bijzonderheden van een patiënt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van comorbide problematiek. Maar patiënten met comorbide problematiek profiteren over het algemeen evenveel van exposurebehandeling. Sommige onderzoeken wijzen zelfs op een vermindering van tevens de comorbide klachten na exposure. Ook voor PTSS-patiënten lijkt er geen uitzondering nodig. Zowel patiënten met een gewone PTSS als patiënten met een complexe PTSS profiteren van exposure. Een laatste misvatting dan. Het komt namelijk regelmatig voor dat therapeuten een exposurebehandeling willen uitstellen omdat de patiënt een moeilijke periode doormaakt. De patiënt is recent zijn baan kwijtgeraakt. Of er is geen goed sociaal netwerk, wat zorgt voor extra kwetsbaarheid. Er wordt dan ervoor gekozen om eerst aan een goede, stabiele basis te werken. Hoewel de aanwezigheid van die basis zeker kan bijdragen aan een optimale behandeluitkomst, is er geen bewijs dat exposure in deze situaties moet worden uitgesteld. Sterker nog, door patiënten in de wacht te zetten, loop je juist het risico dat klachten verder verergeren. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Maar hoe fijn is het als de patiënt in elk geval van dit probleem af is? Uit onderzoek blijkt bovendien dat exposure veel meer bijeffecten heeft op dit vlak. Ook de stressoren verminderen namelijk. Exposure is eigenlijk de beste stabilisatie. Ook een stabilisatiefase in het geval van PTSS lijkt niet noodzakelijk. Patiënten die eerst worden gestabiliseerd, hebben geen betere behandeluitkomst dan patiënten die direct starten met traumabehandeling. Kortom, wachten leidt niet tot betere behandeluitkomsten en kan juist schadelijk zijn. De conclusie is duidelijk. Exposure is een veilige en effectieve techniek waar patiënten veel baat bij hebben. En veel van de misvattingen komen eigenlijk voort uit onze eigen angst. We zien onze patiënt liever niet lijden en gaan de moeilijke situatie graag uit de weg. Maar doet je dat niet ergens aan denken? Op zich is het een natuurlijke reactie, want je wil de patiënt natuurlijk helpen. Maar realiseer dat je dat het beste kunt doen door jouw exposurebehandeling. Maar hoe werkt exposure nou precies? Wat is het werkingsmechanisme daarachter? Lang werd gedacht dat habituatie het werkingsmechanisme was van exposure. Bij habituatie stel je de cliënt geleidelijk bloot aan de prikkels die angst oproepen. Je maakt een hiërarchie met situaties die angst oproepen en begint met het blootstellen aan de prikkel die het minste angst oproept. Tijdens de exposure sessie zal de angst dan in eerste instantie toenemen. Maar als je je blijft blootstellen aan de prikkel, zal de angst vanzelf weer afnemen. In gedragstherapeutische termen, als je je maar lang genoeg blootstelt aan de CS, zal de angst, de US, afnemen. Je went eraan, zogezegd, je habitueert. De verbinding tussen de CS en de US wordt dan verbroken. De mate van angst meten we tijdens de exposure sessie met de zogenaamde SUT, tussen de 0 en de 100. Bij het habituatiemodel zien we dan tijdens de sessie een habituatiecurve. De angst neemt eerst toe en vervolgens weer af. Als de zut gedaald is in de sessie, wordt de cliënt in de volgende sessie blootgesteld aan de volgende situatie op de angsthierarchie. Zo niet, dan wordt de situatie uit de eerste sessie nog een keer herhaald. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Stel dat John bang is voor liften. In de therapie wordt een hiërarchie gemaakt van situaties die John angstig vindt: 1. In de lift gaan staan met de deuren open. 2. In de lift gaan staan met de deuren dicht. 3. Met de lift naar de derde verdieping gaan. En 4. Met de lift naar de tiende verdieping gaan. In de therapiesessie wordt begonnen met de eerste situatie. John gaat in de lift staan terwijl de deuren open blijven. In de therapiekamer is de sut 40. Als John in de lift gaat staan, loopt deze op naar 70. John moet in de open lift blijven staan. En na ongeveer 20 minuten daalt de sut naar 60. En na 30 minuten is de sut 20. Er is habituatie opgetreden en John mag uit de lift komen. In de volgende sessie wordt gewerkt met een dichte lift. Eline is ook bang voor liften en zij krijgt hetzelfde expositieprogramma als John. Bij haar daalt de angst nog niet tijdens de eerste expositie sessie en daarom wordt die situatie herhaald in de tweede expositie sessie. Zij gaat dan dus opnieuw in de lift staan met de deuren open. Uit onderzoek blijkt dat het dalen van de SUT tijdens de exposuresessie niet noodzakelijk is voor een goed effect. Mensen die aan het einde van hun sessie een hoge SUT hebben, worden net zo goed beter als mensen bij wie de SUT zakt. Habituatie tijdens exposure blijkt niet nodig, dus. Die bevindingen zetten vraagtekens bij het habituatiemodel als werkingsmechanisme voor exposure. In plaats van het habituatiemodel werd toen het inhibitiemodel geïntroduceerd. Bij het inhibitiemodel staat niet de gewenning aan de angst centraal, maar het falsificeren van de verwachting die de cliënt heeft bij de exposieopdracht. Dat zit zo. Als cliënten zichzelf blootstellen aan een angstopwekkende stimulus, de CS, dan zijn ze bang omdat ze iets vrezen. Ze zijn bang dat er iets ergs gebeurt. Als iemand ontdekt dat die ramp niet gebeurt en hun angstige verwachting dus niet uitkomt, dan zal die angst dalen en treedt er extinctie op. De angst daalt dus niet omdat je wendt aan de CS, habituatie, maar omdat je leert dat jouw verwachting niet klopt. Zo'n verwachting wordt geformuleerd in een als-dan verwachting. Als ik in de lift stap, dan krijg ik een paniekaanval. De exposure wordt afgestemd op de specifieke verwachte ramp van de cliënt en het doel is die verwachting stevig uit te dagen, zodat de cliënt ervan overtuigd raakt dat die rampverwachting niet zal gaan plaatsvinden. Dat betekent dat je als therapeut de situatie zo maakt dat de verwachting dat de ramp uitkomt maximaal is. Als dat je wat doet denken aan modellen die gebaseerd zijn op gedragsexperimenten, dat klopt. Voor een deel overlapt het inhibitorisch leermodel daarmee. Maar er zijn belangrijke verschillen. Bij een gedragsexperiment ben je vooral cognitief bezig. Bij het model van inhibitieleren kan het leereffect ook implicieter optreden. Soms is er niet eens een expliciete angstige verwachting nodig. En soms mag de angstige verwachting ook uitkomen. Bij gedragsexperimenten kun je al van tevoren een oefening doen in bijvoorbeeld kansoverschatting en de patiënt als het ware geruststellen dat de kans op de ramp minimaal is. Bij exposure volgens het inhibitorisch leermodel doe je dat juist niet. Bij een gedragsexperiment kun je stoppen als de patiënt aangeeft dat de verwachte ramp niet plaatsvindt. Bij het model van inhibitieleren ga je dan juist nog een stap verder, je gaat de exposure in een andere moeilijkere context doen en je gaat de situatie extra uitdagend maken. Je wil dan niet alleen de angstige verwachting ontkrachten, maar ook de variabiliteit van het angstniveau verhogen, zowel tijdens als tussen exposuresessies. In gedragstherapeutische termen vindt er een nieuwe leerervaring plaats. De relatie tussen de CS en de US zal blijven bestaan, het zal wel enigszins verzwakt worden. En er vormt zich een nieuwe relatie tussen de CS en geen US. De CS heeft nu dus twee routes, naar de US en naar de geen US. Pas als de route naar geen US sterker is dan de route naar US, zal de cliënt minder angstig worden. De nieuwe route inhibeert dus de oude route. De CS wordt als het ware ambigu. Het is de context die bepaalt welke betekenis van de CS wordt opgeroepen. Denk aan het woord lam. Is de context een weide, dan denk je aan een dier. Is de context een kroeg, dan denk je waarschijnlijk aan de dronken staat waarin iemand kan verkeren. De context bepaalt dus welke betekenis je aan de CS geeft. Dat kan zijn gevaar, ofwel de US, of dat kan zijn veilig, ofwel geen US. De sterkte van die verbinding tussen de CS en geen US wordt beïnvloed door deze verbinding te leren in zoveel mogelijk verschillende contexten. Denk dan aan externe contexten zoals verschillende plaatsen, ruimte, tijdstippen, maar ook interne contexten. Als je moe bent, grieperig, hyperventilerend en hoge angst hebt. Maar ook gecombineerde CS's worden veel gebruikt. Bijvoorbeeld blootstelling aan de lift in combinatie met hyperventilatieprovocatie omdat dat een andere context kan aanduiden... of omdat twee CS'en samen een nieuwe CS vormen. Ook herhaling is belangrijk voor een sterker leereffect. We meten de mate van geloofwaardigheid van de angstige verwachting... op een schaal van 0 tot 100 procent... bij het begin van de exposure-opdracht en aan het einde. Bij een succesvolle sessie... is de geloofwaardigheid van de angstige verwachting gedaald. Het navragen van de SUDS... Is bij het inhibitieleren minder belangrijk dan bij het habituatiemodel, maar kan wel gebruikt worden om in te schatten of je de angstige verwachting maximaal uitdaagt tijdens de exposure. En om in te schatten wanneer je een moeilijkere context kunt gaan inzetten. Daarnaast is een ander sut niveau meteen een andere interne context. Omdat we de angstige verwachting maximaal proberen uit te dagen, kan de SUT oplopen naar 100. De sut zal ook wisselen in de sessie. Elke keer dat de angst wat zakt, zal de therapeut proberen de geloofwaardigheid van de verwachting nog verder te testen, waardoor de sut weer kan oplopen. Elke sessie komt er een nieuwe situatie aan bod, onafhankelijk van een daling op de sut in een eerdere sessie. Onderzoek naar het inhibitiemodel laat zien dat leren in verschillende contexten en herhaling heel erg belangrijk zijn. Maar, net zoals bij alle theoretische modellen, vindt er continu onderzoek plaats om het model verder te verfijnen. En niet alle aspecten van het inhibitiemodel zijn al even goed onderzocht. Zo is het bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk waarom veiligheidsgedrag in inhibitieleren soms versterkt, maar soms ook niet. Om goed op de hoogte te blijven over nieuwe inzichten, zul je je moeten blijven verdiepen in de wetenschappelijke literatuur. We gaan even terug naar het voorbeeld. In plaats van een angsthierarchie te maken, vragen we John waar hij precies bang voor is. John geeft aan dat hij bang is om door de bodem van de lift te zakken en dan in de schacht te vallen. Tijdens de exposure wordt John gevraagd hoe we zijn verwachting het beste kunnen testen. Zijn angstige verwachting is extra geloofwaardig als de lift een beetje trilt en schudt. De geloofwaardigheid van het vallen door de bodem is 95%. John gaat de lift in. En om de lift zwaarder te maken, gaat de therapeut mee. De suts is bij John bij aanvang 40 en loopt tijdens de sessie eerst op naar 75, dan zakt hij wat naar 60. Op dat moment gaat de therapeut om de angstige verwachting optimaal te testen, de lift wat in beweging brengen door op de liftvloer te springen en te stampen. De suts stijgt dan naar 95. Aan het einde van de exposure is de SUT nog steeds 95, maar de geloofwaardigheid van de angstige verwachting is gezakt naar 20%. Eline geeft aan dat ze niet zozeer bang is dat de vloer het begeeft, maar dat er een zuurstofgebrek ontstaat en dat ze flauw valt. Eline denkt dat als ze net gesport heeft en buiten adem is, de kans het grootst is dat ze zuurstoftekort krijgt. Tijdens de exposure sessie gaat Eline eerst traplopen naar de tiende verdieping, zodat ze goed buiten adem is. Dan gaat ze de lift in. De therapeut gaat niet met haar mee omdat hij als veiligheidssignaal zou kunnen fungeren. De zut van Eline is bij aanvang 40. Als ze de lift buiten adem instapt is de zut 85. Na ongeveer 3 minuten stijgt de angst verder naar 100 en blijft zo hoog totdat ze eruit mag na 7 minuten. De geloofwaardigheid van het zuurstoftekort is gedaald van 100 naar 30 procent. Je hebt net gehoord over het werkingsmechanisme van exposure: het falsificeren van de angstige verwachting. Maar hoe pak je dat in de therapiesessie nou het beste aan? Daar wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Wel kun je een aantal dingen doen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. We zetten de belangrijkste waar het meeste ondersteuning voor is. Op een rijtje in 10 tips. Hoe concreter, hoe beter. Concretiseer en expliciteer vooraf de als-dan verwachting. Dus niet als ik in de lift stap, kan ik het niet aan, dat is te vaag. Maar als ik in de lift stap, gaat mijn hartslag omhoog, krijg ik geen adem meer en raak ik bewusteloos. Test het uit. Test vooraf de als-dan verwachting en bespreek na de exposure of de angstige verwachting is uitgekomen. Dat zorgt ervoor dat er expliciet wordt stilgestaan bij het niet uitkomen van de gevreesde situatie. Je creëert eigenlijk een duidelijke dichotomie. De gevreesde verwachting is wel of niet uitgekomen. Er is geen ja maar. Als die er wel is, bijvoorbeeld nee, ik ben niet uitgelachen, maar het was ook een bijzonder aardige vrouw, dan heb je meteen een mooie gelegenheid om een nieuwe exposure opdracht neer te zetten met een minder aardig persoon. Verras me. Als toevoeging op het vorige, voorkom dat je uitgebreid vooraf bespreekt wat een bepaalde exposure moet bereiken. Dat zorgt er namelijk voor dat het verrassingseffect kleiner is en daarmee ook de beleving van de mismatch tussen de verwachte uitkomst en de daadwerkelijke uitkomst. Dus ga niet vooraf uitgebreid in op de achtergronden van de verwachting, waarmee je altijd al een beetje cognitief zou gaan uitdagen, maar begin gelijk met de exposure. Face your fear. Soms komt de gevreesde uitkomst wel uit. Ook daarvan kan je patiënt echter leren. De wereld is nu eenmaal niet vrij van daadwerkelijk angstige situaties. Vaak leeft er een andere als dan verwachting en wijs je patiënt dan daarop. Bijvoorbeeld dat hij of zij de angstige situatie helemaal niet aan zou kunnen mentaal. Als dat gebeurt is het dus geen ramp. Niet voor jou als therapeut omdat je een fout zou hebben gemaakt. En ook niet voor de patiënt omdat de gevreesde ramp uitblijft. Er is waarschijnlijk een andere leerervaring geweest. Gooi het weg. Bouw veiligheidsgedrag af. Veiligheidsgedrag kan openlijk zijn, zoals wanneer iemand een vriend of vriendin meeneemt naar open ruimtes. Maar het kan ook verborgen zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand tijdens een exposure sessie in gedachten aan positieve situaties denkt of beschermende zinnen mentaal herhaalt. Met name die verborgen vormen van veiligheidsgedrag kunnen lastig zijn om te achterhalen, dus ga dit na met de patiënt. Het uitvragen van de suts kan daarbij helpend zijn. Je kunt ermee achterhalen of iemand met veiligheidsgedrag een echte test van de centrale verwachting verhindert. Wees flexibel. Wanneer je merkt dat een patiënt veiligheidsgedrag echt nodig heeft om een exposure aan te gaan en een leerervaring op te doen die hij of zij zonder veiligheidsgedrag niet aan zou gaan, kan het nodig zijn om het tijdelijk toe te staan. Het gaat er immers om dat er netto een leerervaring is, ook al is die iets minder krachtig door het veiligheidsgedrag. Je kan dan samen nadenken over hoe je het veiligheidsgedrag vervolgens op termijn kan afbouwen. Varieer meer. Werk met verschillende contexten. Om echt te kunnen profiteren van exposure is generalisatie noodzakelijk. Dat betekent dat je aan de slag gaat met verschillende settingen, bijvoorbeeld in de trein, in een drukke winkel of in het bos. Maar denk ook aan verschillende tijdstippen van de dag en aan verschillende gemoedstoestanden, de zogenaamde interne context. Zo is het voor iemand waardevol om te ervaren dat exposure niet alleen succesvol is wanneer iemand zich sterk voelt, maar ook wanneer iemand moe is of gestrest. Bedenk ook dat een wekelijkse sessie op maandag om 10 uur in steeds dezelfde therapiekamer niet bijdraagt aan variatie. Weg met de hiërarchie. Wissel ook de duur van exposure af en de moeilijkheid ervan, zolang die centrale verwachting dus maar echt ontkracht wordt. Zoals gezegd, werken we volgens het nieuwe model niet meer met een angsthierarchie en bouw je exposureopdrachten niet op in moeilijkheid. Impliciet bevestig je daarmee immers dat de moeilijkere exposures toch wel echt heel moeilijk of echt heel gevaarlijk zijn. Juist afwisseling zorgt voor een betere effectiviteit. En bij goede variatie zul je in de SUT-scores ook veel variatie zien. Hoog en laag wisselen elkaar dan af. Intensiveer. Overweeg exposuresessies intensiever aan te bieden. Hoewel er meer onderzoek nodig is, is er aardig wat bewijs dat meerdere snel op elkaar volgende sessies tot snellere effecten leiden. En combineer: combineer verschillende vormen van exposure met elkaar en stel de patiënt bloot aan meerdere CS'en tegelijk. Je hebt nu geleerd hoe exposure werkt en waar je op moet letten. Er is een enorme hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt dat veel patiënten een sterke afname van klachten ervaren na exposure. Maar de realiteit is ook dat veel patiënten na behandeling op termijn geconfronteerd worden met terugval. Hoe maak je de kans daarop nou zo klein mogelijk? Vier tips. Zorg dat je patiënt angstige situaties blijft aangaan, ook na afloop van de behandeling. Misschien niet zo vaak als tijdens de behandeling, maar wel regelmatig. Leg dat bijvoorbeeld uit aan de hand van de tandarts. Vaak ga je daar maar één keer per jaar naartoe en daardoor krijgt de angst voor de tandarts de kans om zich op te bouwen. Waarom niet elke week even naar de tandarts? Niet voor de tandplak, maar gewoon om even in de wachtkamer te zitten. Plan booster sessies in. En zie het als een APK, die sla je toch ook niet zomaar over. We hebben het al vaak benoemd, maar gebruik verschillende contexten. Blijf niet met je patiënt in die veilige behandelkamer hangen op die standaard maandagochtend. Na de therapie komt de patiënt in het dagelijks leven immers ook allerlei verschillende situaties tegen. En dan is het goed als er al in de therapie in die verschillende situaties is geoefend. Normaliseer terugval en bespreek het in de therapie. Kondig zelfs aan dat terugval zich kan voordoen, zowel tijdens als na de therapie. En dat vergroot de kans dat de patiënt op tijd terugkomt en niet het gevoel heeft totaal te hebben gefaald. Misschien nog wel belangrijker dan terugval voorkomen is dat de patiënt leert wat hij of zij kan doen als het toch gebeurt. Met deze kennisclip hebben je een beeld gegeven van het werkingsmechanisme van exposure en de misvattingen die erover zijn. Je hebt bovendien tips gekregen over hoe je je exposure sessie kunt optimaliseren. En hoe je de kans op terugval kunt minimaliseren. Zoals we aan het begin al zeiden, komt exposure in allerlei vormen en maten. Je kunt in vivo werken, imaginair en introceptief. Bedenk daarbij dat het er misschien anders uitziet, maar dat het principe, het werkingsmechanisme daarachter, in al die gevallen hetzelfde is. Hoewel dat vaak gedacht wordt, hangt de keuze voor een bepaalde vorm niet af van de problematiek van je patiënt. Introceptieve exposure doe je standaard bij een patiënt met een paniekstoornis. Imaginaire exposure pas je dikwijls toe bij een patiënt met PTSS. Maar beide vormen kun je prima bij een patiënt met een andere angststoornis toepassen. Bij een patiënt met OCD bijvoorbeeld. Of bij een sociale angststoornis. Het is juist de kunst om variatie aan te brengen. Dus ook in de vorm van exposure die je toepast. Ook zijn combinaties belangrijk. Zo laat je een patiënt met een paniekstoornis introceptieve exposures doen, rondjes draaien, in de supermarkt. Exposure in vivo. Juist dat is waarom exposure zo'n prachtige en krachtige techniek is, waar je alle creativiteit in kwijt kunt. Daarmee zijn we aan het einde van de kennisclip gekomen. Bedenk goed dat deze kennisclip puur en alleen een eerste stap is om kennis te maken met de techniek. Om het echt goed onder de knie te krijgen is er meer nodig. Intervisie bijvoorbeeld, omdat je juist van elkaar kunt leren. Aan de slag dus.